Hallo! Welkom bij de update, de nieuwe multi-cannons! Ik heb twee genoten, de Piepstem member zijn en een asociale gast Kieselstein. Ik ben asociaal! Ja! Hey, die lammen lekker op elkaar! Ze rijmen! Member zijn Kieselstein. Dat boeit niet. Wanneer gaan we weer binnen? Wat? Wanneer gaan we binnen? Hij is al bezig! Hallo! Hallo! Ik bericht jou! Ik ben Falador naar de toe zullen gaan. Ja, ik ga naar Falador hoor. Oké, vanaf Falador, als Richard er niet tussenheen kletst, rij je naar Zuidoost. Richting de Oostbank. Oost toch? Ja. Ja, Oost. Ja. En dan bij de Mining Guild. Hey, daar heb je Stijn. Hoi Stijn! Ah, ik loop lekker voor. En we moeten Valt. Valt, zegt hij ook nog. Ja, inderdaad. Nou, rennen we door. Langs de Mining Guild. En dit dan, is groot. Een gigagebouw. Yay! Hier is rennen. De artsen workshop. Yay! Nee. Joehoe! Yippie! Yay! Geen idee. Nou ja, om te beginnen dus. Jongens, af hier. Kun je me inderdaad deposit ores doen. Ik heb ze allemaal in gedaan. Waar? Hier, waar ik sta. Jeet al, bij de waterkoeler. Onderweg, een puntje. Ja, we hier. Moeten weer naar boven, Stijn. Oh. Wij gaan dus beneden. Nou, ja, hier kun je deposit ores doen. Dan gaan we even kijken wat het dan moet. Oké. Dwergie. Praten. Teken workbench. Hamer. Tongs. Nou, tongs. En tong. En dan... Use tongs. Faal. Dan moet je ook even kijken. En je staat bij de verkeerde machine. Ja, dus Witro Ingot. Jij staat bij de verkeerde machine. Oh, ik wacht in twee boots. Nee, ik ben deze kant ook aan deze kant. Allebei. Daar kan je alleen vier, daar kan je alleen maar vier nemen en hier kun je 1, 2 en 3 nemen. Ah, dus hier is 4 en dan aan deze kant is 1, 2 en 3. Ja. En je moet 2 denk ik voor welke set wij wouden? Wij wouden 2, 3 en 4 nodig om te laten zien. Oké, dus ik heb... We beginnen met 3, zou ik zeggen. Oké, ik heb... 3. Yay. Ik had ze volgens mij niet allemaal moeten doen. Ik heb een helm. En ja, dan dus die bar de anvil. Hey, de helm kan je niet dragen. Nee, Richard, kan je niet dragen. Kun je niet dragen? Nee. Je kan niks dragen. En je moet bij current instructions, dat moet je maken. Wat er bij current instructions staat. Aha, dus daarboven staat current instructions. En dan zegt hij nu chestplate. En dan maken we chestplate. En dan krijg je daar massa XP van. En het is untradable. Het is untradable. Het is niets winst! Hoeveel XP krijg je er echt van? 347 voor de chest. Krijg ik. En jullie? 624 van de chest. Oh kut, hij moet niet doormaken. Nu moeten we een helm maken. Ik moet ook nu ook een helm maken. En dan is dit XP manier. Oké. Je hebt dan die instructies. Je kan... Hier deposit en dan bij het kwijt. En als leuke random geval komt er denk ik zo'n monster uit de muur gelopen om je aan te vallen. Je krijgt er niks van, toch? Dat is Stijn meemaakt. Ja, Stijn. Ik kijk, daar loopt er een. Is het niet waard? Is het niet waard? Nee. Is het niet waard? Nou, hij staat inderdaad gewoon op. En ik ga ook gewoon aanvallen. Auw, hij oont mij. Ja, lekker voor je. Moet je maar niet doodgaan. Precies. Nou, we gaan maar eens naar beneden. Of wacht. Ja, we gaan naar beneden. Ik zit in een cutscene, wacht op mij. Hey, even, wacht op mij. Deposit return in geld. Oké, ik ben klaar. Verleend is answer. Oh, je krijgt respect ervoor. Nick. Hè? Huh? Verleend is ancestor to rest. Ik krijg respect van die gast. En met respect kan je rewards kopen! Yay! Yay! Laten we naar beneden gaan. Laten we de rewardman zoeken. Oh, je is ook een rewardman. Oké, even zoeken. Rewardman. Niet,
niet boven ons, dus moeten we weer beneden. Oh, is die beneden? Hij is beneden. Dit is de. Lees je baby. Wat? Lees je baby. Ja, inderdaad. Bos en God, Iron, Steel. Ja, dat is voor tracks te maken. Kijk. Al. Mm-hmm. En dan kun je de rails maken. Oh, vaag. Dus je pakt hier die ingot, hangt af welke level je bent, brons, iron of steel. Pak eventjes brons. Ja, en dan doe je hem dus op die anvil, die dingen. Die zijn gratis trouwens, hè? Ja. En dan moet je dus die steel rails maken. En even op 1 zetten en die steel bepleed. Rails geven minder XP. Ja, maar die moet je op elkaar doen. Nothing interest happens. Moet je ze even alles maken. En die card doen. En dan pas in die card doen. Ja. Steel joints. Jointje. Nee. Nee? Oh, nee. En dan even weer die laatste. Wat een XP. Steel tie. En dan zou het gas op elkaar moeten. Nee. Dus dan gaat het niet op elkaar. Iemand zijn depositor. En doe je alles erin. En dit is het. Als het nou leed trekt. Dus dit is geen goede XP. Leed trekt, dan gebeurt er niks. Hey. Ah, oké. Okay. Dus als je het hebt, steel rails op de anvil, zeg jij. Ja. Steel track 40%. Oké. Okay. En we hem dus hoger maken, zeggen we. Ja, toch? Ja. Dus dan gaan we naar steel spikes. Dan gaan we er nog een dingetje bij doen. En dan kun je als het goed is er weer erbij doen. Steel track 60%. En dan willen we nog een dingetje bij doen. Dan willen we steel jointjes. Een jointje. Toch? Yep. Oh, en dan gaat de steel track 80%. 80%. XP is tot nu toe niet geweldig, hè? Nee. Maar het is tenminste wel gratis. Het is wel chill voor in het begin. Ja, het is chill in het begin. Het is gratis. Oké, okay, als je geld tekort komt. En dan steel track 100%. Kan ik ze leggen? Je moet ze. Wat? Hé, hey, wat doe jij? Woe, 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 woe. 25 XP. Veel. Veel. Respect. Wacht. Ja, nee, ik film al niet wachten. Hij staat nu aan. Oké, okay, ik ga er nu 10 in doen. Kijken wat hij dat doet. Okay, wow. Maak jij die zo snel? Wow, nee, de boom 250 XP. Maar daar heb je wel heel lang aan gewerkt. Ja, dat was het. Ik ga vast hier kijken. Je moet met die Axel praten. Ja, nee, even met de Edolf. Je respect 0%. Goed zo, Nick. Volgens mij moet je niet tracks gaan leggen. Die is goed houden. Maar waar komen die uit? Die komen volgens mij in die mijn uit. Nee, want je komt niet dieper erin te liggen. Oh, wacht, dat is een mining guild, laat maar. Ja, daarom. Maar volgens mij moeten die componenten in de minecart doen. Oh, ik heb er al wat in gedaan. Ik ook. Moet wel. Dan zo naar het laatste deel. Trouwens filmen we het nu, hè? Oh, ja, cool. Filmen. Die component erin vond ik echt niet zo leuk. Ik had liever die 250 XP, weet je. Ja. Ja, maar ja. We gaan naar onze cannon banken. En dan kunnen we in de secret room. Secret. Secret. Oh, hier kan je cannons maken. Oh, daarom cool. Moeten we dus geen kanon meenemen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar ik bang hem toch nog even. Je kan hem niet meenemen. Hey, Richard. Dag, Nick. Ik heb even een lag stukje. Map laden. Lang laden. Hey, lang laden. Oké. Lang laden. Enter the doorway. Hier kom ik. Ik ken hem wel druk ook nog op. Hallo. En? Wat? Je moet eerst iets nemen van het tafeltje, het magische tafeltje. En alles is stuk.
Oké, hier heb je iron ores voor nodig. Remove cock. Serieus? Ja. Dan moet je doen study broken cock. Nou gaan we. Dat klonk heel verkeerd. Ja, ja inderdaad, kok. Nou zeg, COG, nog nooit van gehoord. Oh, een tandwiel. Yay! Oh, dat is een kok. Maar wel over de andere kok. Dat is echt COCK. Weet je wat ik nu wil? Navarok. Een koekje. Een gatestone. Ja, echt hè? Ik was echt van, even gatestone en dan kan ik Cannon Bank. Nou, we moeten dus naar de GE, de G. De G, ja. Want we hebben geen iron ore, dus kunnen we niks doen hier. De G. Wacht even kijken. Ja, ik dacht iron ore naar gatestone. Tele naar de gatestone. Hm. Oh, je moet dus. Het is inderdaad. Heb je een tele bij mij? Hè? Huh? Nee. Tele. Hm. Nou, we moeten dus. Al die shizzle moeten hier op die kanalen gaan doen. Daarvoor hebben we dus iron ore nodig. Ja, dat denk ik wel. Oeh, ja, ik ben eventjes. Cool, gunpowder barrels. Hier zo. Oh. Wow. Ik ben even iron ores kopen. Dan kunnen we schieten. Kun je ook voor ons kopen? Ik koop er 1k. Oké, dat is niet mooi. Genoeg. Oh, ja, oké. Okay, ze kopen echt. Die dingen zijn duur. Ja, ik betaal je wel terug. Ik heb geld bij. Ik betaal je ook terug, ik heb ook geld bij. Maar jij telt niet. Ja, maar ik zal wel zeggen hoeveel iets ik koop. Study. Ik ga dansen. Ik kan op study. Niet erop is, dan. Tantrielen. Dat we removed from here. Je kunt doen dit maar repair, en dan is. Tantrielen of smelting new ones. Ik wens het repareren. Oké. We moeten het gebruiken op een anvil. Zoek een anvil. Zoek een anvil. Ik heb hier een anvil. Loser, loser. Staat er vol met aanbeelds. Nou zeg. Weet ik. Bijna handig. Nee, je hebt er geen nodig. Je hebt geen iron ore nodig. Oh, nee, alleen als je nieuwe wil gaan smelten. Ik wil nieuwe smelten. Ja, doe maar nieuwe smelten. Want bij mij zijn er een paar kapot gegaan. Ja, bij mij ook. Ik heb een 38,5 XP per ofzo. Au, van de helft is misgegaan. Bij mij ook, ik heb een veel. Oké, waar hebben jullie dat ding uit vandaan? Doe ik op. Geef even die. Wacht. Ja, oké, op de tafel. Misschien kunnen we cheaten. Misschien kunnen we cheaten. Oh nee, dat gaat niet. Hij is hier weg. Niet cheaten. Nick! Hey Nick! Hallo! Ik! Yay! Ik! Jippie, een fan! Een fanboy! Snap jij wat van? Hey! We snappen er niks van! Ik wil geld! Oké, waar kan ik. Iron ores! Iron ores! Geef. Oh zeg. Hey. Dit ding ziet er best wel kapot uit bij mij. En ik moet hem niet repairen volgens dit ding. Je moet eerst bij deze beginnen. Je moet beginnen bij het eerste. Hey, even die ores. 333. Wacht even. Ik ga even alles pakken. Ores. Hey. Ik eerst. Ik film. Ik ben de filmer. Ja, is goed. Nee, ik heb. Moet wel warm worden. Ik ga er even in de god van maar. Oh, nee, wacht, ik kom hier. Oké, ik betaal je later terug. Iron. Ik niet. Nou, jij bent gemeen. Oké. Steel van nee, ik wil. Ja, je hebt hier steel van nodig. Nee. Je hebt iron en coal nodig. Inderdaad. Ja, maar coal hadden we al. Hoeveel? Ik neem er 10. Oké. Okay. Dus waar vonden jullie een aanvil? Naast de fornuizen. Nee, ik doe in het fornuis. Fix het kook. Al. Kook. Nee, even wachten. Kook. Maar mag geen kook zeggen? Nee, je mag geen kook zeggen. Nee, je moet er maar genoeg maken totdat je. Ja, 10. Ingesloopt. 10 totaal heb je nodig. Oké, we gaan hem vullen. Vul. Hoe kom je aan een kokmold? Die kun je op die tafel halen. Oh. Waarom moet jij een mal om een pick te maken? We pakken de volgende. Cannon stand desk. Oké, hoeveel van die dingen moeten daarin? Hoe zou ik nu nog gewoon study erbij? Oh, je hebt er 10 nodig. Leuk. Dus moet je de 6 maken. Attach cannon spot. Ik moet er 6 maken, ja.
Je mag de volgende, toch? Ik wil de volgende, Awesome. Dismantel. 9. Ik ga me repareren. Oké, ik heb een cannon staan. En nu attack. Use broken pipe op anvil. Oh, shoot these things in the furnace. Oké, in the furnace. Al. Ze gaan gerepareerd worden, dat is 1. 4 XP? Wow. Dat is wel erg of zo, inderdaad. Veel. Hey, zeg als een van jouw pijp kapot gaat. Het klinkt allemaal zo verkeerd als wij. Ja, dat weet ik. Ik zeg dan, ja, gaan je pijpen kapot? Pijpen, Weet je. Wat zijn wij een vieze kinders? Yeah. Nee, de luisteraars zijn gewoon vies die dan door gaan denken. Wij, 400 XP. Wij hebben het gewoon over pijpen. Ja, niks mis mee. Inderdaad, niks mis mee. Ik ben bezig met het derde. Ik ook, niet meer. Ja. Ja, dat ziet eruit. Dat ziet er nogal verkeerd uit in je inventory. Inderdaad. Fix broken pipe. Nou zeg. Ah. Oké, use. Oh, die moet in de furnace. Je moet hem 3 keer repareren. 3 keer? Ja, dan krijg je hem helemaal. Ja, ik zie het. Hij begint al te komen. Laatste deel. Ja, daar mij. Is hij! Kun je ook zo erg over nadenken, hè? Ja. Ja, punt. Nee, ik ben pas met mijn pijp. Ik ben langzaam. Dat weten we. Dit is mijn 5e cannon, hè? Dat is jouw eerste. Sst. Gaat om het idee. Mogen de fans niet weten. Oké. Steady. De fusebox is gerepareerd. Ja, die ga ik ook repareren. Alleen die tandwielen die faalden. Oh, moet je ook nog een paar keer op klikken ook. Een empty furnace? Hey, wat? Ah. Broken een flint. Dat klopt iets niet met dat laatste, Nick. Als je rebuild doet. Niet. Even study bij de cannon furnace. Rebuild. Lukt het zo om die cannons zo kapot te krijgen? You need a fixed fuse box, die hebben we. Die hebben we. Oh, we hebben een empty fuse box, geen fix it. Ja, fix it. Maak hem fix it. Dat wordt dus kanonballen. Kunt bouwen. Wel. Ah. Fuse box. En. Ja, nu vult hij wel. Oh, ik ga hem erop zetten. Attach. Oh, attach. 404 XP. Test. Ja. Oh, we hebben in ieder geval even 8 cannonballs nodig. Hoeveel? Oké. Ja. Ja. Even die dingen pakken. Ik wil er 8. Hoe kom je aan een lege furnace? Ik heb 8. Nu al 8 cannonballs. Nu al 8 ballen. Jee, hij draait. Gaat hij snel? Hij schiet. Hij schiet alles kapot. Ja, wow. Ik hoor hem bij jou. Wow, dat doet hij snel. Nee. Ja. Jee! Ik krijg extra. Je hebt 2 buffs nodig. Hoe kom ik aan een furnace? Bam! Oh, je mag nog eentje repairen, leuk! Ik kan door blijven gaan. Hoe kom ik aan een lege furnace? Cannon get stuck. Ja, je moet. Stijn, volg. Vet man. Oké, dus hij je is doet epic. Veel gunpowder perls en dan doe je rebuild. Jee, zwart scherm, black screen. Ja. Dankjewel, Richard. Oh, kan je een nieuw kanon doen? Krijg je voor respect? Kijk, hoeveel respect kregen we? Zullen we eens gaan kijken? Even kijken hoeveel we respect we krijgen. Kijk. Rennen. Ik ben eerder. Oh. Je krijgt een random. Je krijgt geen respect. Geen? Nee. Is dit voor bullshit? Echt, hè? Klik om de reward te find more. Wat is dit? Echt, hè? Ja, goodbye. Dus we gaan nu de ceremoniaal soort maken. Yes.
met Anvil. Ga hem even. Steel Anvil. Heat all, doe maar, hè. Oh. Use. Anvil. Niet plans de mega sword. Ja, we komen aan die plans. En net, dan kom je eraan. Oh, get plans van Egil. Oké. Okay. Ik moet een odder. Mijn sword is dus kapot. Wat gebeurt er dus, mensen? Oh, ik ben echt helemaal een hamer binnen hier. Dat duurt enorm lang. Oké, we gaan mappen dus. Allemaal mappen. Ik kan hier gratis hamers halen. Gaan we het samen doen of niet? Wacht, hoe kom je die plans? Okay, dus eerst zitten we op soft. Medium. Waarom moet je... Shit. Broken. Poep. Get plans. Oké, opnieuw. Hij moet wel lukken, vind ik. Oké, come on. Ik snap het. Hoe wil jij het doen? Nou, kijk, boven staat er. Ja, staat de nummers. Dat zijn de moves. En cooldown is hoeveel moves je nog hebt. Ah. Nou, cooldown, je moet het binnen die tijd eigenlijk doen. Ja, nee, dat is niet de nummers, maar je moet het binnen de tijd doen. Dus moet je twee keer. Ik ga even om en om proberen. Maar ik weet nu niet hoe je dat... Of je nu een big hit moet doen of een kleine hit. Hoe weet je dat eigenlijk? Gokken. Even een soft doen. Wat? 25 Airy Ores aan 150 coal. Mijn cooldown is bijna zo goed als. Nee, die van mij ook. Dan moet je. Coals op. Dan moet je één knot erin duwen. Ja, ik heb ook meer Iron Ores nodig. Ik heb de punt af. Ik ga even medium aan mappen. Het gaat dan iets sneller, denk ik. Come on. Ah, te ver. Die is goed. Nee. Ah, weer te hard. Volgens mij is het met die... Bij mij onder harder dan boven lijkt. Boven harder dan onder. Lijkt het. Ah, ik vind hem redelijk. Hij komt in de buurt. Die rij lijkt er echt niet op. Ik sta klik, maar weet je... Dat mijn cooldown nul is. Ja, maar het is zo lastig. Ah, nu gaat dit te ver. Ja, ik wil even nog work on it. Ja, en nu? Oké. Quick score. Wow. Nee. Wat? 8,5k XP. Wow. Nog een keer. Dit ga ik nog een keer doen. Dit was echt beast. Maar wacht, ik snap het niet. Dus je moet... Oh nee, 5 XP was het. Hoe zie je hoe je moet slaan eigenlijk? Nou, het is maar eenmalig. One time bonus of 5k. Oh wow. Is maar je meegenomen. Wat? Ja, hoe zie je of je soft moet slaan? Hoe weet je dat? Het is gewoon gokken. Hoewel je slaat, is het al die omlaag gaat. Het is... Hij moet niet over de midden heen gaan slaan. Nee, dan is je sport stuk. Ja. En hij kan 3 tot 5 mappen trouwens. En 0 tot 5. Wacht, wat? Dat hij 0 tot 5 altijd hit. 0 tot 5 centimeter. Mijn cooldown is alweer 0 en mijn spaart lijkt nergens op. Ik wil nieuwe plans. Oh, perfecte punt. Maar nee, hoe komt dat? Ik snap het niet, eigenlijk. Je moet het gewoon zo zien. Hoe harder je mapt, des te meer hij gaat, zeg maar. En bij careful kun je altijd uitgaan van 0 of 1. Zo moet je hem zien. Oh, oké. Okay. Oh. Je moet al heel veel moves hebben, is al fijn. Hoeveel moves heb jij? Ik heb er maar 30. Ik heb er nog 17.
Lekker 33, ik ben aan begonnen. Doe ons even trikken. Ah, heb ik hem 5 gemapt. Dat is te ver. Oh, iets goed. Snap het. Ja, het is echt even kansberekening, hè. Een centimeter. Ja, deze kan ook nog wel medium. Ja, even als careful gaan doen. Even een beetje opschonen. Deze ga ik nog even medium doen. Kom op, kom op, kom op. Yes! Dat is echt zo'n lucky iets. Ah, oh, hij is klaar. Quick score. 3k XP. 78% goed. Even kijken of we reward hebben. En dit is het dus, hè? Ja. Ja, dit is het gewoon. Van woehoe. Ja, dit is niet geweldig. Ja, maar die swords maken is wel goede XP. Ja, dat is wel redelijk. Ik bedoel, dat vind ik niet verkeerd. Daar vind ik het wel waard. Reward. En 1% respect. Yes! Yes! Waarom valt mijn sword weer al? Ja, ik ga voor de procent halen. Hey, trouwens, als je dan bij die chestplate zo roept, voor het verkeerde krijg je bij element 375 of zo, en bij het juiste 625. Dat is toch gewoon, dat is echt ziek XP, vind ik hoor. Ja. Het is goede XP. Het vervangt zuiver kleding. Ja, en dus die respect zeggen jullie dat je die pas krijgt na de hand. Als je na de eerste keer dat je hebt gedaan. Na de eerste keer dat je wat hebt gedaan? Ja, dan is het met die kennen, dat je daarna pas respect gaat krijgen. Ja, maar wat is het met dit? Wanneer krijg je heel veel respect? Ik maak het nu even heel veel door. Ja, ja ik ga pasjes nou, wil stoppen. Oké. Dus, hoe hoger ingeet, hoe meer XP. Wow. Ja, maar het kost ook meer, hoor. Ja, dat wel. Maar dit is dus wel meer XP per uur. Zo mag je ook denken. Wel duur eigenlijk, hè? Ja, en je maakt ze niet erg snel, vind ik. Het duurt even hierboven dan, hè? Hey, daarna krijg je 10? Ja, oké. Okay. Even kijken of ik respect krijg. Ik heb het nu gedaan, 2 dingen heb ik. Hoeveel respect? Nee, ik kreeg geen respect. Ik heb nog maar steeds 1% respect. Hoeveel, wat heb je allemaal gedaan? Ik heb 2 tracks geleed. Zijn het toch niet echt geweldig daar dan? Helm maken. Helm, ik zit hier ook nu. Helm maken. Staat er bij. Your element. Safe content and received extra experience for the following lesson. Ik ga dit kapot. Moet je voorstellen als je groen maakt? Dat is best wel sick XP dan. Ja, ik denk het ook. Denk je dat je 900 krijgt misschien? Of 600, dat is 800 of zo. Everybody. Ah, ik dacht van, wat zeg jij nou weer? Heel erg klikken. Zal ik geen fouten maken? Boots. Ja, dat is wel irritant. Ja. Nee, moet je het echt even erboven gaan kijken en al. Gaat hij nou komen? Gaat hij nou komen? Ah, kan net. Wegklikken. You gain some respect, zegt die dingen, omdat ik die ene heb gekilled. Even kijken of ik echt. Ja, dat had ik net ook. Maar ik dacht, ik geen respect voor was. Ja, goed zo, jongen. Maak nu maar Cowlands. Nu is het goed. Ja, en dan? Oh, ik snap het. Je krijgt per ding wel respect, maar dat loopt op tot aan 1 tot per procent. Oh shit, just blade. Dus je krijgt niet voor één ding, krijg je niet meteen 1%. Maar ik zei, krijg je best zoveel. Dat is best wel hot eigenlijk. Dat gaat lang duren, hoor. Ja, maar. Ja, kut. Ach ja. Ja. Nog eentje, dan ben ik vol. Ik zag die vent nou net. Nee, jij veranderde het laatste. Ja, ik ook net. Ik heb te weinig gekoeld. Dat is inderdaad de lame. Boots, en hij was klaar. In diezelfde seconde. Ja, maar volgens mij telt hij dan nog. Ik vind dat als hij begint, dan moet hij tellen. Nou, even kijken. Use boots op die Suwak. Doet hij daarmee iets? Nee. Wow, 444 XP voor boots, gewoon. Nou, even als erin dumpen. Hoeveel bars zijn dat eigenlijk dat je gebruikt per deel? Wow!
Hey, wacht eens. Ik gebruik nu, je moet by the way altijd 3 gebruiken, niet 2. 3 geeft meest XP. By the way. 3? Ja. Ja, dat weten we. Ah, oké. Dat wist wel, Richard. Ja, ik ben gelijk met 3. Ik krijg echt ziek XP. Even kijken of ik al heel veel armor nu respect heb gekregen. Even kijken. Rennen. Dat kost echt fucking veel kool trouwens. Ja. 3%. Woehoe. Volgens mij gaat het sowieso heel langzaam. Ja. Dan ga je 150% halen. Geen progress report. Ja, ik haal gewoon 50, ik haal geen 100, toch? En jij wil 50 halen voor de Golden Cairn, ja. Nou. Ik weet niet welk wel wat gaan halen, want je moet echt veel doen. Oké, ik doe dan wel heel veel smithing XP, maar waarschijnlijk wel wat smithing omhoog, maar... 1%! Ja,